Ja, man. Uh, ja, ik vraag me af, hè, want op een gegeven moment je gaat lekker met die handgel dan hij nou, zegt je hebt geïnvesteerd en toen eigenlijk stortte die business helemaal in. Was dat ook het moment dat je zei: Hé, hey, ik ga stoppen met deze en ik ga Astos? Of hoe is die stap naar Astos dan gegaan? Hoe was dat toen? Even, ik moet even goed nadenken, want ik wil geen dingen gaan zeggen. Alleen uh, Astos was daarvoor een beetje begonnen. Toen heette ik uh, Gamo. Okay. Uh, maar ik was gewoon een noob in het ondernemen. Ik was gewoon een beginnende ondernemer. Ik heette Gamo. Toen dacht er een van de vent van... Hé, hey, ik ga vervelend zijn. Ik ga Joey misgunnen. Had hij Gamo patent geclaimd. <laughs> ja, echt, echt een lul, man. Uh, ja, maar ik wist niet dat ik faya. die patent moest hebben. Dus had hij gewoon een rechter tegen me aangespannen En de rechter en al die mensen, advocaat, zeiden ook gewoon van... Ja, dit is niet jouw merk, want hij heeft het geclaimd. Dus we moeten al je horloges en alles, alles uh, aan hem gaan geven. Maar dat motiveerde mij gewoon nog meer om nog harder te werken. En nog meer te knallen. En uiteindelijk nu ja ik wil niet slecht over die gast gaan praten maar iedereen doet zijn ding door mij ding hij doet zijn ding maar nu ben ik wel op een goede baan en nu krijgen we me niet meer te stoppen ja. nee. je bent hem voorbij Nee, weet ik niet. Van. Ja, het is gewoon een wedstrijd, toch? Laten we heel eerlijk zijn. In ja, onderneming is het wel een pizie-wedstrijd. Je kijkt toch ja. naar de mensen om je heen en denkt: van, ik ja, wil dit wel motivatie toch? Ja, 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 op een goede manier. En niet ja. op een dat je het een ander niet gunt. Maar ik bedoel, je ja. kijkt naar de mensen om je heen om je te motiveren. Om dat ook te kijken of je dat kan halen of inhalen. Ja, ik vind het uh, jammer hoe het is gegaan. Maar hij had zijn redenen ervoor. En ik had mijn redenen ervoor. En uiteindelijk, uh, ja, ik ben nu gewoon tevreden met hoe het gaat. Die persoon doet zijn ding. En ik zie af en toe wel wat voorbij komen. Maar die is ook gewoon heel goed bezig. En ik doe mijn ding. En ik ben ook gewoon een hele andere kant op geslagen Dus uh, we doen alles bij onze ding. Maar ja, het is wel, uh, je leert, het is allemaal lesgeld, lesgeld, lesgeld. Zonder lesgeld kom je hier niet met ondernemen. En dat was ook lesgeld van mij. Ja. Heb veel lesgeld betaald dan, man. 180.000 oh. euro voor handgel. Ik weet niet hoeveel je hier nog in hebt. Ja, 30, 40 koud. <tie> ja, 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 ja. ja, maar ja, toen dacht ik bij mezelf: man, ik ga Astos ga claimen. En ik ga gewoon doen alsof ik ga stoppen. Maar daarachter was ik alles aan het regelen. dit dat, pa, 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 pa. Patent was al helemaal ingediend. Was al goedgekeurd. Mm. Want het kost drie, twee of drie maanden dat je patent goedgekeurd is. En toen in één keer: bam, Astos op de markt. En uh, de rest is geschiedenis uh, man. is maar uiteindelijk echt... beter maar ik ben blij dat Astos heeft. Doe heet in het GAMO. Dus ik vind Astos wel dit blijft, Dit horen we echt vaak, man. Ook die. Uh, gast van Mail Lions, dat mm -hmm. heette eerst ook Milestone. Toen had ze ook een claim gekregen. Hij heeft het ook veranderd. Hij oh. zei, is ook beter. <laughs> Explicit, Explicit met ook. hun logo. Hebben ze met Off-White een fucking rechtszaak gehad. Ja, hebben ze 50 ruggen moeten betalen aan Off-White uiteindelijk. Oh. En hebben ze ook moeten switchen. Uiteindelijk zijn ze ook, is nu beter. Want we hebben het beter gemaakt. Ja. Dus het Hoort dus wat van ook daarbij of zo lijkt het. Het hoort. Het verhaal is uh, part of succes. Maar ik ken niemand, ik ken geen enkele ondernemer die succesvol is in één vlekkeloze weg en ik ja. zag jou ook net zoeken naar van met dropshippen hoe is het niet een keer fout gegaan Natuurlijk ja, is het een keer fout gegaan oh ja, het is dus bij het is mij zelfs vijf zes zeven keer fout gegaan maar zonder, zonder falen heb je geen succes man en dat is dus het moment wanneer succes komt wanneer je fout is het juist de moment wanneer de, de de mensen die niet gemotiveerd zijn gesplitst worden van succesvolle mensen want mensen die falen twee drie keer falen stoppen er gewoon mee en mensen die succesvol zijn, die, die falen twintig keer. Maar op één keer is, het gewoon, is diegene gewoon doorgegaan. En dat heeft hem die succes opgeleverd. Dus ja, dat man. vind ik juist heel mooi. Mensen worden gesplitst. Mensen die falen zijn meestal de mensen die geen doorzettingsvermogen hebben. En ja, sorry, als je geen doorzettingsvermogen hebt, kom je er niet.